Minuten over half vier. Het zou zomaar kunnen dat de sterkste man van Nederland in Almere woont. Zaterdag strijdt Almere George Soelerman om de titel. En hij is hier bij ons in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar even: wat heb jij vandaag eigenlijk allemaal gedaan ter voorbereiding op zaterdag? Ik heb uh, vandaag gewoon gewerkt. Oh, dat is niet zoveel. <laughs> dus. Nee, dat, dat is niet zoveel dus. En uh, ja verder gewoon uitrusten. Want je moet uitgerust aan, aan die wedstrijd beginnen. Ja, ja, deze week heb ik niet meer getraind. Alleen maar rusten en uh, even wat extra eten en zo. Ja, want even voor de mensen die niet mee zitten te kijken met de televisie, maar gewoon naar de radio luisteren. Ik ga je maar heel onbehoorlijk maar een beetje omschrijven. Uh, je kwam hier binnen, je paste net een beetje zo door de deur. <laughs> en je bent heel breed uh, en je hebt uh, ontzettend brede armen, dikke armen. Uh, is dat allemaal spieren? Het is uh, voornamelijk spieren, ja. Want hoe hard moet je daarvoor werken om, dat, ja, om een kost... lichaam te krijgen zoals jij dat nu hebt? Ja, ik train uh, heel veel en er gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Ook met eten en met rusten. Het kost heel veel tijd. Uh, normaal train je een keer of vier in de week. En iets van uh, twee, drie uur lang, weet je wel. Een stuk. Het kost wel veel tijd. Dat, uh... Maar altijd met die titel sterkste man van Nederland in je achterhoofd? Of is het iets wat jij nee, altijd ik, al geeft? Ik, ik wil nog verder. Oh, wat is nog verder? Ik wil de beste van de wereld worden. Oh, dus met die. dit is slechts het beginnetje. Dit is het begin voor mij. Ja. En nou zit ik wel eens in de sportschool en ik, ik biecht het maar op. Uh, 10 kilo kan ik zo trekken en dan is het voor mij alweer even gedaan. Hoeveel, wat, wat heb jij voor gewichten allemaal? Uh, waar moet ik aan denken? Ja, je hebt uh, zware training, je hebt ook lichte training ertussen. Je hebt wel eens als je gaat deadliften, dan uh, ga je over de 300 kilo heen met bankdruk over de 200 kilo. Maar dat verschilt natuurlijk per oefening. Je hebt ook dagen dat je heel licht traint. Dan maak je ook verhalingen, soort hersteltrainingen. Ja, en wat moet je allemaal op een dag eten? Ik eet uh, Ja, eigenlijk zoveel mogelijk, maar ik eet sowieso elke middag een uh, stuk rib-eye-steak. Van 300 gram met rijst en uh, champignons en zo. En uh, ja, sowieso een goed stevige gewoon met havermout en zo. Dat is zeg maar gewoon standaard wat erin zit. Maar ja. komt dat op een gegeven moment ook niet je neus uit? Je Jawel. weer het komt je neus uit? Eten is ook het moeilijkste. Het ja? is ook moeilijker dan trainen, vind ik voor mijzelf dan. Maar uh, je hebt toch het idee achter je hoofd: uh, ik wil de beste worden. En met dat idee ga je gewoon uh, erin, zeg maar. Ja, je droomt niet klein. Hoe lang ben je hier al mee bezig? Ja, ik ben begonnen met trainen. Het was vroeger altijd al een droom voor mij. Mijn vader is vroeger kampioen geweest, 2009, Nederlands kampioen. En dan is hij nog verder gegaan internationaal en zo. En, uh, ik heb dat ook altijd willen doen. En op een gegeven moment ben ik ook zelf beg begonnen met trainen om uh, 15e, 16e. En toen, uh, na een paar jaar had ik de smaak te pakken, dacht ik van uh, ik heb er eigenlijk wel, wel talent voor. Laten we even een wedstrijdje proberen. En dat ging toen goed. En uh, zo zijn we toen verder gegaan. En uh, op mijn leeftijd, uh, als ik zaterdag ga winnen, ben ik de jongste ooit uh, in Was, Nederland. Hoe, hoe die oud wind. ben je? Ik ben nu 23. Oké. Okay. Um, nou, uh, heb je dit echt tot doel gesteld? Hè? Uh, uh, heb je er nou nooit spijt van? Nee, ik heb er nooit spijt van gekregen. Nee. Ik zal er ook nooit spijt van krijgen. Want je moet heel veel dingen waarschijnlijk ook laten. Ja, je moet heel veel dingen laten. Je, vroeger, je, hebt, je, je maakt ook wel eens mee dat uh, vrienden naar een feestje gaan of uh, ze gaan stappen en dan moet jij dat overslaan, dat dus je de volgende ochtend vroeg moet trainen. En uh, vroeger was dat wel moeilijk. Het is nog steeds af en toe lastig. Maar uh, goed, je doet het wel voor een doel. En uiteindelijk staan, staan ook mijn vrienden en mijn team in, staat ook achter me. En dat is wel fijn. Uh. En Hoe erg ben je nou bezig met de concurrentie? Hoe schat je je kans in? Ik schat mijn kans heel groot in. Ja, maar hou je die concurrenten goed in de gaten? Nee, ik uh, let gewoon op mezelf. Ik ga gewoon mijn uiterste best doen. Ik ga ervan uit dat ik gewoon de titel ga winnen samen. <laughs> De Sterkste Man. Uh, vroeger was dat. Uh, uh, nou ja, volgens mij ongeveer het, het hoogtepunt van het televisieseizoen. Kan me nog herinneren. Nu is het op RTL 4 of RTL 5. RTL 7. Of 7. Ja, wat mannen willen of zoiets, hè, die zender. <laughs> uh, maar uh, ja, vroeger was dat ook nog wel. Uh, dat we daar uh, op primetime naar keken. Uh, en er werd er aan vrachtwagens getrokken. Uh, er werden enorme kogels op allerlei uh, olievaten gedropt. En zo is dat allemaal nog steeds? Dat zo? is nog steeds zo. Je hebt nog steeds hetzelfde onderdeel, Inderdaad. Je hebt, ook, uh, je hebt natuurlijk een heleboel. Onderdelen. En elke wedstrijd is er vijf, zes onderdelen in, verschillend dan. Elke wedstrijd is net anders. Weet je dat wel van tevoren? Uh, dat weet je. Dit jaar wisten we dat een twee weken van tevoren. ongeveer. Uh, elke wedstrijd is dan een sommige wedstrijd, weet je, het vier weken van tevoren, soms langer, soms korter. Soms verandert het ter plekke door weersomstandigheden of door andere omstandigheden. Uh, maar eigenlijk, net als ik, ik, train gewoon het hele jaar door gewoon goed. En je traint van alles wat. En je moet overal goed in worden. Maar heb je bij jouw sportschool dan zo'n kogel liggen? Want dat is toch niet zomaar ergens te koop? Ik heb bij mij alles liggen. Ik heb van alles liggen. En als je het niet hebt, dan moet je maar wat anders verzinnen om mee te trainen. Je moet wel het hele jaar blijven trainen. Dan maakt het ook niet uit wat ze in de wedstrijd zetten aan onderdelen. Nee, maar wat doe je dan? Dan trek je maar een auto met een caravan door de straat of zo. Want hoe simuleer je het gewicht van een vrachtwagen? Ik heb bijvoorbeeld een vrouwwagen heb ik dan niet staan. Nee, train. Maar ik doe dat dan bijvoorbeeld een frietje, een oprijwagen. En dan gooien we dan een zware auto op en een aanhanger ja. erop en van alles in die aanhanger, hoe, ge hoe zwaar het maar kan. Dan trek je heel wat bekijkers, kan ik me voorstellen. Ja, en dan gewoon trekken. Zo. Je, je, ja, je, oh ja. je, je moet iets om te ja, ja. Nou zei je al, hè. je vader Simon, die werd in 2009 de sterkste man van Nederland. En, word je eigenlijk vaak vergeleken met hem? Ik uh, word vaak vergeleken dat het voor mij zeker haalbaar is. Zeker ook voor vrienden van hem en uh, mensen die hem heel goed kennen. Dat we ook hetzelfde karakter en zo hebben, zeg maar. Hoe we, hoe we een wedstrijd ingaan. Mm -hmm. en, uh, Want hij werd natuurlijk wel op een wat oudere leeftijd uh, de sterkste man. Hè? Hij is later begonnen met trainen, inderdaad. Okay, yeah. en, uh, hij is later in de sport gerold. En ik heb dan het geluk dat ik er heel jong in gerold ben. En ik heb natuurlijk het geluk dat ik uh, zijn ervaring ook mee heb gekregen. En natuurlijk uh, van zijn trainingsmaatjes van toen de tijd. Die zijn nu ook mijn trainer en uh, die zijn nog steeds aanwezig. En ik hoef voor fouten die hun vroeg gemaakt, die hoef ik niet te maken. Die wat wat ik is nou de meest waardevolle tip die je van je vader hebt gekregen? Nou, De technieken met de, met de oefeningen en karakter uh, uh, ja, hoe je een wedstrijd in moet gaan. Dat heb ik allemaal van hem geleerd. En die fouten die hun gemaakt hebben en gevallen en, op, en opgestaan zijn daardoor, die hoef ik niet te maken. Dat, nee. heeft heel, dat werkt heel veel in mijn voordeel. Maar ja, je hebt bijvoorbeeld de zoon van Johan Kruijs, die Jordi, die had eigenlijk altijd iets extra's te bewijzen. Om maar te zeggen, ik ben mijn eigen persoon en ik kan dat met, op eigen kracht. Hoe is dat bij jou? Ik, uh, ja, ik moet heb je ook extra wel, bewijzen, denk je? Ik moet me extra bewijzen. Want ik wil en ik wil en zal ook wel beter dan een paar woorden. Het is ook een andere tijd nu. Maar ik wil hem ook trots maken en zo. En dan moet ik, wat hij gedaan heeft, moet ik nog beter gaan doen vind ik. Ja. Nou, zou, zou je vader het wel aan kunnen dan als jij beter wordt? Dat zal die aan kunnen. Dat zal die zeker trots <laughs> ja, ja. Zeker. Ja. Uh, aankomende zaterdag is het allemaal te zien op de Esplanade. Iedereen kan daar uh, naartoe hè, om te Genoeg. kijken. Uh, uh, heeft dat nog een voordeel dat je in je eigen thuisstad uh, dit gaat doen? Ik heb uh, normaal ben ik nooit gestrest of iets voor wedstrijden of zenuwen heb ik nu ook niet. Er komt wel natuurlijk wat extra druk bij kijken omdat hij eigen thuisblad is. En je wil natuurlijk je best doen. Ik ga zaterdag gewoon mijn best doen. En er zullen ook heel veel vrienden en zo bij zijn, heel veel publiek. En ik ga gewoon de titel pakken. Nou, dat spreken we hierbij af dan. Dat doen we. Dankjewel dat je er was. En ontzettend veel succes aankomende zaterdag. George Soeleinman, die zomaar de sterkste man van Nederland zou kunnen zijn na zaterdag.